Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Er ligt vrij veel bewolking boven Nederland en uit die wolken valt van tijd tot tijd ook nog wat motregen. In het zuidwesten worden de wolken al dunner en is het op de meeste plaatsen droog vanavond. Temperaturen hoog 11 graden en nog een stevige wind, maar de wind neemt wel wat af en in de nacht wordt het dan op de meeste plaatsen droog, hier en daar misschien een enkele opklaring en de temperatuur die daalt naar 8 tot 10 graden. Een zachte nacht, dus met de wind die langzaam begint te draaien van het westen richting het zuiden. Morgen overdag staat er een zuidelijke wind en langs de kust kan die weer krachtig zijn windkracht 6. Verder is er vrij veel bewolking. Op de meeste plaatsen is het droog. En het zuiden schijnt af en toe de zon bij 9 tot 11 graden. Temperatuur verandert de dagen daarna niet, of nauwelijks donderdag een graad of 10, vrijdag misschien 9, zaterdag weer 10. Waar het donderdag lange tijd droog is en pas in de avond wat regen valt, valt er vrijdag vaker neerslag, maar is er nog wat zon. En zaterdag zien we weer over het algemeen veel bewolking. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.